Emmen uit zaterdag. Het zonnetje scheen, de sfeer zat erin, dus verwacht je meteen. Ons Utrecht heeft net als hen punten hard nodig. Dat je hoopt dat erop klapt, lijkt mij overbodig. Dan volgt de verrassing. Opstelling bekend. Er waren en wat aan elkaar goed gewend. Jansen geblesseerd, dus dan Marel erin. Die past zich wel aan, maar het was pas het begin. Want Kerk gepasseerd, dus weer streek in de spits. En Urbi in het veld, waarom nu ineens dit? Niet dat op papier deze elf er niet staan. Die moeten gemakkelijk zo'n Emmen verslaan. Maar ja, door gegoochel toch een raar besluit. Dat alles wat zeker was, was er weer uit. Dan wissel je door, toch weer Kerk hierin. En meteen toch weer dreiging als je nou zo begint. De grap was dat destijds, verlies Emmen thuis, het exact zo ging, maar dan in eigen huis. Toen ook Kerk ernaast aan het begin van de pot. Toen te laat erin rende iedereen tot snot. Want Kerk, fans staan niet altijd voor hem in de rij. Hij wil wel als geen ander altijd man voorbij. Zal altijd proberen en dat gaat soms mis, maar het gaat zeker fout als Kerk er niet is. Daarna volgde woensdag. Fortuna kwam hier. Op papier weer een makkie, maar zo gaat dat niet hier. Had 2-2 kunnen worden, maar ook 7-3. Maar ze knokte 3 punten toch over de streep. Dat is gewoon winst. Even rust nu een week. En dan vol voor de winst in 0-20, of niet? Dan knallen we er meer dan volop, zeg ik maar. En dan winnen we die pot voor Frans Adelaar.